En zo maar weer. Ja, ik vind hem ook mooi. Karin vindt het een rotding, maar ik niet. Ja, lieve vrienden. Ik zag wat bewegen. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen is het nog steeds. Ja, het loopt tegen 10 uur aan. Het is op mijn horloge 9:58, met 3 minuten voor. En we leven alweer op maandag 28 juni. Ja, en welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ik ga zo eerst met de dames even weer een loopje doen en... Dan is weer wachten als er al niet is, want ik weet totaal geen tijd wanneer ze komt. Nee, dat moet ik nog helemaal kopprenten en als het op de ochtend steeds is, dan verander ik dat naar de middag, want ik ben geen ochtendmietje, ik trek dat niet. Maar ja, maakt niet uit. Ik hoop toch dat ik ook qua huishoudelijke hulp kan overstappen, IZT. Want ze hebben bij dit bedrijf niks anders dan problemen. Er lopen ook een heleboel medewerkers weg, omdat het hun daar niet meer zint. Of dat er iets, dat er problemen zijn, of wat dan ook. En daar hou ik niet van. Nee, het moet wel goed draaiende zijn. En dat is het niet. En dat merken wij, cliënten, ook weer. En dat kan je niet hebben. Als je al lichamelijke dingen markeert en dan ook nog geestelijke dingen erbij krijgt door een ander, moet je niet hebben. Mijn klokje slaat nou 10. Dus keurig. Ik heb het nou 10. Hij staat op mijn horloge momenteel. Dus ja, ik ben benieuwd wanneer hij weer achter gaat lopen. Maakt niet uit. Hij zal maar weer. Ja. Ik vind hem ook mooi. Karin vindt het een rotding, maar ik niet. Nee. Ik ben blij met hem. Enkel, ja, je moet eigenlijk een beetje harder gaan praten. Of stil zijn. Anders kun je elkaar niet horen. Maar ja, hij is al klaar, dus. Maakt niet uit. Elwing die ligt bij mijn voeten. Rijke die ligt op de bank. Oh, nog gaat Elwing er ook naartoe. Prima. Kandalf, die is aan de andere kant van de kamerdeur. Die heeft zijn eten gehad en die heb ik net naar boven horen lopen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is, nu schijnt de zon, maar ze hebben rond een uur of twee hebben ze noodweer weer voorspeld. Maar ja, eerst niet dan geloven. Want gisteravond komt er een hele donkere lucht aan. En je zou zeggen, 7 dagen onweer. Geen onweer geweest, geen bliksem geweest, dan enkel maar 1 buiten wel een hele lange heuvel was. Toen ik kleine heuveltjes, nou al dat die kleine is niet geweest, enkel die hele hoge. Nou ja, we wachten het af, want ik moet ook na 2 rond 1 uur of 2, moet ik mijn ketting ophalen. Ja, boodschap interesseert me zo 1, 2, 3 niet. Dat kan op de dag later bij wijze van spreken, maar als ik mijn ketting maar heb, want dat gaat ook op vakantie. Ik wil niet mijn ketting hebben na de vakantie, nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Ik hou jullie op de hoogte van mijn ketting, sowieso. Ja, maar in ieder geval tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zag wat bewegen. Ik zie het nou weer. Of het kuikentjes zijn, dat kan ik weer net niet zien. Maar volgens mij zijn het kuikentjes. Ja. Sowieso zie ik er 2 of 3 bewegen. Een trotse mama dus. Ja, ja. Wat geweldig. Nou, als de zon aan de andere kant staat, dan ga ik weer even kijken. Want ik zie zelf amper wat. Zo, lieve vrienden, zoals jullie zien heb ik mij weer omgekleed, want ik had het toch echt wel koud gekregen, ja. Zo lang staan, ik had geen kous, niks aan, ja, ik had een harenbroek aan, een zwarte, en daar een topje overheen. Van boven viel het wel mee, maar mijn benen die werden zo koud en koude voeten. Nou ja, jullie weten, ik heb daar mijn gewrichten en dus het moet warm.
En ik moest heel nodig naar de wc, dus ik was blij dat ik thuis was. Dus ik kwam, ja. Maar ik ben super blij met mijn ketting. Daar zitten dus nou 2 vlindertjes op. En uiteraard, waar die het gedaan heb, Joost mag het weten. Maar er zit ergens as in. Hoe die het heb gedaan, ik niet weten. Daar zit een gaatje. Daar. Daar heeft hij het in gedaan. Ik wil hem nog even beter bewonderen. Dus ik doe hem even af. Ik heb hem daar gelijk omgedaan. Voor de deur. Ja. Ja, en hij heeft de oorstekertjes, heeft hij er dwars doorheen gedaan, want je ziet ze. Daar zie je er één. En daar zie je er ook één. En dan heeft hij even weer glad afgewerkt. En, ja. Ja, daar heeft hij gewoon wax overheen gedaan, of weet ik veel hoe dat heet. Daar zit het gaatje. Hier al. Daar zit het gaatje. Daar heeft hij wat as in gedaan van mijn schoonmama. Ja, van mijn schoonmoedertje. Ja, maar dan zullen we hem weer even omdoen. Ook had ik een ringkapot. Die heeft hij ook weer gemaakt, dat ik het nou weer, nou heb ik er 5 om mijn pink. Ik had er eentje nieuw gekocht omdat die ene gebroken was, maar ik heb hem er gewoon bij omgedaan. Maar binnenkort moet ik er weer eentje wegbrengen en dat is deze, want die is ook een beetje kadoek. Ga even kijken. Ja, precies in die knik zit een scheurtje, maar ik weet niet of jullie dat scheurtje kunnen zien. Hier ook, vlak boven mijn wijsvinger zit een scheurtje. Maar ja, dat gaat ook gemaakt worden. Dus ja, ik heb al met allemaal 5 ringen om mijn pinkie. Maakt niet uit. Ook weten jullie dat er wat wordt gesloopt. Nou, die vlog die komt morgen al. Dat doe ik apart, maar er werd gevraagd morgen. Morgen, morgen alsjeblieft. Nou ja, oké. Okay. Door een vreemde jongen die daar ook de wacht hield, die er ook werkte. En ja, die zat buiten het hek, maar met zo'n veiligheidsjasje aan. Dat misschien voor het verkeer of mensen, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, dan zou die mij ook gaan volgen. Hij was nieuwsgierig, hij vond dat leuk. Nou ja. Ik heb ze nou al op mijn computer gezet al. Ik heb ze al in de map. Maar dat een stukje historie van een helder wordt gesloopt. Onze paddenstoel. Ja, iedereen noemde dat ding een paddenstoel. Ja, nou ja, waarom ook niet. Maar het is wel een stukje historie. Het is historie van ons mensen. Het volk van een helder en vooral de oude garde, nog mensen die nog ouder zijn dan ik. Maar ook voor mijzelf, het doet mij gewoon pijn, het deed mij pijn. Ik heb ook even tranen moeten laten van, ja, hè, een stukje historie. Ik heb er verdorie nog gelopen er binnenin. Ik heb er gewerkt, weet je. Het was een restaurant. Ik heb eerst toen 14 dagen in de keuken gewerkt. Toen mocht ik achter de balie, achter het buffet, zo werd het genoemd, waar de mensen nou ja, kleine hapjes konden bestellen en zo gelijk konden krijgen. Maar ook moesten bonnetjes maken en doorgeven aan de keuken. En dan werd dat door de dames en heren die in uniform liepen. Wij hadden dan een witte jasgort aan, maar hun hadden een zwarte kleding met een wit schortje, die dames, weet je, en die heren een zwart schortje. En die brachten het weer weg, dat waren de serveersters en serveerders, dus ja. Dat doet je dan toch wel pijn, hè? Een stukje historisch verleden, dat gaat, nou ja, gesloopt worden. Ik vind het zo erg, ja.
Maar oké, okay, dat ga ik nou laatst eens even in elkaar zetten en dat plan ik voor morgen in. 2:30 en dan zullen we het zien hoe en wat. Ja, het is weer eens wat anders dan jullie van mij gewend zijn. Maar deze vlog van thuis en mijn ketting, dat komt er niet bij. Nee, dat wordt weer een andere vlog. Ja, deze vlog van de sloop. Er staat geen dag, datum bij. Ja, dat ben ik nog wel van plan, maar dat moet er eigenlijk... Eigenlijk moet het er wel bij, want we moeten het wel weten, hè. Nou ja, dan moet ik nog even puzzelen hoe ik dat wil hebben. Maar dit is dan weer de normale huis, tuin en keukenvlog, wat dit aangaat. Maar oké, okay, genoeg gekletst. Ik ga aan het werken en ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is hier grijs en grauw geworden. En ja, zoals ik al zei, ook kouwen. Maar ik werd ook op een gegeven moment drijfnat. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Maar in ieder geval, ze hebben er water op dat het niet stuift. Hè? Ze spuiten er met een kanon water erop. En op een gegeven moment kwam de wind die draaide of zo. Dus ik kreeg het op. Maar ik dacht, nou, ik moet hier maar weer weg. Dus toen ben ik ergens anders weer gaan staan. En ja, je komt wat maatjes tegen, dus ja, dat praat je dan ook even tegen, dat hou je toch niet stil, dus ja. En mijn oudste maatje die ik tegenkwam, die ik al jaren ook kan, was Dick Bres en die wilde er eigenlijk niet op, maar dan doet die stoel naar buiten, dan ja, oké. Leuk. Ja, en nog een maatje, die speelt normaal ook wel gitaar. Ik ken hem niet van zijn naam, dat vergeet ik steeds. Maar ja, het is ook een maatje. Ik kom hem vaak tegen en dan praten we even met elkaar, weet je. En hartstikke leuk. Ja, moet allemaal kunnen, toch? Nou, lieve vrienden, ik ga daarmee aan de gang. Ik ben zelf ook benieuwd wat het geworden is. Ik zal een hoop herrie meegeven, want ik zet er geen muziek onder dit keer. Nee, dat doen we lekker niet. Ja, onder één stukje, dat is mijn intro filmpje. Daar moet ik wel even andere muziek onder zetten. Ja, nou, dat is het enigste. Dus lekker belangrijk. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later.